Dag, fijn dat u kijkt naar deze nieuwe video van Art and Leisure. Mijn naam is Birgit de Mommers en vandaag neem ik u heel graag mee naar de betoverende wereld van de Art Nouveau. En dat doe ik aan de hand van de affiches van Alphonse Mouga. Dit prachtige affiche van Gismonda um, was zijn absolute doorbraak in Parijs. We gaan het dadelijk uitgebreid over dit affiche hebben, over de vernieuwingen die hij hier doorvoerde. En wat dit allemaal teweeg bracht. Maar eerst wil ik u voorstellen aan de man zelf. En dit is hem. Dit is Alphonse Mouga gefotografeerd in zijn Parijse atelier in 1901. En voor de oplettende kijker, u ziet in de achtergrond datzelfde affiche van Gismonda. Deze kunstenaar kwam oorspronkelijk uit Tsjechië. Hij reisde via Wenen naar Parijs en kwam aan in 1887. Hij vervolgde daar zijn opleiding aan de Academie Julien, waar hij onder andere leerde te werken naar uh, vrouwelijk model uh, en waar hij leerde om allegorische voorstellingen te maken. Daarna ging hij, nog een, uh, ging hij nog naar een andere opleiding om vervolgens als illustrator aan het werk te gaan. En dat was een heel belangrijk moment. Zo verkreeg hij een semi-vast inkomen door voor diverse tijdschriften illustraties te vervaardigen, maar het bracht hem ook in contact met de drukkerij Le Mercier in Parijs. En dat was een heel belangrijk moment. Le Mercier was namelijk ook de drukkerij die de affiches maakte voor Sarah Bernard, de grote diva van het Parijse toneel. Zij is hier afgebeeld op een uh, fantastische foto. En uh, voor, in het geval van Gies Mondat was hij niet alleen de hoofdrolspeelster, maar was hij ook de regisseuse van het stuk. Dit was in de herfst van um, 1894 in première gegaan. En het was uitermate succesvol. Zo succesvol dat aan het einde van het jaar besloten werd om het stuk nog te verlengen. En toen moest er een nieuw affiche komen. En De Diva had besloten dat het affiche klaar moest zijn op 1 januari 1895. Een minuscuul klein probleempje was dat er geen van de reguliere kunstenaars die werkten voor Le Mercier op dat moment beschikbaar was. En dat is het moment dat Alphonse Moega zijn plekje kan claimen: hij krijgt de opdracht voor dit fantastische theateraffiche. En in dit affiche zien we Sarah Bernard afgebeeld als gis gekleed zoals dat dan zo heel mooi hoort: als Byzantijnse edelvrouw met een prachtige uh, florale stola om haar, om haar schouders. Ze draagt een orchideeënkrans in het haar en in haar rechterhand houdt ze een palmtak vast. En dat is een hele duidelijke aanduiding dat we hier kijken naar een weergave van Gismonda eh, in de laatste scène van het stuk. Sarah Bernard gaf deze opdracht aan Mocha en hij maakte er een heel ander affiche van dan wat men gewend was. Parijs namelijk op dat moment hing vol affiches eh, en posters, hele kleurrijke posters die je toeschreeuwde vanaf de Parijse straatmuren. Hier kiest hij echter voor pasteltinten, een hele duidelijke vernieuwing. Ook kiest hij voor een ander formaat. Het is veel langgerekter, veel hoger, waardoor hij Sarah Bernard in volle lengte kan afbeelden. En een laatste vernieuwing zit in het feit dat hij haar plaatst als het ware onder een boog. En die boog, die hier weergegeven bijna als een pediment, die. Zorgt voor het effect van een aureool om haar hoofd, waardoor de focus nog meer komt te liggen op haar gezicht. Als we ietsje dichterbij kijken, dan zien we de verfijning ook van de toets van Mohan. Ook weer een uh, vernieuwing ten opzichte van de bestaande theaterposters. Wat we hier zien is ook een affiche wat perfect past binnen de net opkomende stijl van de Art Nouveau in Parijs. Die Art Nouveau wordt gekenmerkt door uh, het gebruik van veel florale motieven, onder andere. Um, we zien dat er prachtige vrouwen in figureren met vaak weelderig haar en weergegeven in prachtige decoratieve lijnen. Het decoratieve is ontzettend belangrijk binnen die Art Nouveau. En zoals u hier kunt zien, dit affiche raakt al die kenmerken ook aan. We zien de florale motieven in overvloed, niet alleen in de stola, maar natuurlijk ook in die prachtige krans eh, op haar hoofd. We zien eh, een prachtige vrouw en we zien prachtige decoratieve lijnen. Het affiche was ontzettend populair. Mensen haalden het gewoon van de muur af, zodat ze het mee naar huis konden nemen. En ook Sarah Bernard was ontzettend ervan gecharmeerd. Zo gecharmeerd dat zij Moucha een, een contract gaf voor zes jaar. Ze gaf ook een nieuwe drukker een contract voor zes jaar. Ze stapte over van Le Mercier naar Champenois. En het contact tussen Mocha en Champenois bleek uiteindelijk ontzettend vruchtbaar. Maar eerst maakt Mocha eh, in die zes jaar nog een heel aantal theateraffiches voor stukken waarin Sarah Bernard de hoofdrol speelde. Onder andere La Damo Camellia, zoals u dat hier ziet. En u ziet hier diezelfde kenmerken. Florale motieven, langgerekt formaat, pasteltinten. En een boogje boven het hoofd van de hoofdrolspeelster, waardoor juist haar gezicht benadrukt wordt. Uiteindelijk gaat het contact met, uh, met, uh, tussen Moega en de drukker uh, nog net een stapje verder. Champenois ontwikkelt het idee van een decoratieve paneel. Een decoratief paneel is niks meer en niks minder dan gewoon een steendruk zonder tekst. Met alleen maar een decoratieve, beeldvullende figuur erop. De eerste serie die als zodanig gedrukt werd, was de serie van de seizoenen die u hier ziet. Hierna zouden nog twee series van de seizoenen volgen van de hand van Moega. En u ziet aan de linkerkant um, om te beginnen de lente, de onschuldige lente, dan de verleidelijke zomer. De vruchtbare herfst en de koude winter, helemaal aan de rechterkant. Dit is een van de nieuwe producten die uitgerold wordt. En een ander product waar Champenois zich gaat, mee zich gaat bezighouden, is het reclameaffiche. Moega gaat er ontzettend veel maken, maar het is wel op een hele bijzondere manier dat hij dat doet. U ziet hier namelijk een affiche, een poster. Um, om reclame te maken voor de treinreis tussen uh, Monaco en Monte Carlo. Grote afwezige is hier de daadwerkelijke trein. Het product dat verkocht wordt. Wat we zien is helemaal in Moegas stijl die prachtige vrouw, betoverend, beeldvullend, met prachtig weelderig haar. U moet flink uw verbeeldingskracht gebruiken. Om eventueel te komen tot een punt dat de cirkel rond haar hoofd, met bloemen met florale motieven erin, om die te gaan zien als treinwiel. Dat is dus een heel duidelijk, een, 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 een opvallend verschil met een regulier eh, reclameaffiche, wat we kennen. Het product is in feite afwezig. De nadruk blijft heel erg liggen op die prachtige, betoverende vrouwen. Alfons Mucha was een doorslaand succes als affichemaker. En toch weerhoudt het hem dan niet van om in 1910 weer terug te gaan naar zijn vaderland, naar Tsjechië. Hij gaat zich daar toeleggen op het maken van een serie schilderijen over de geschiedenis van het Slavische volk. Hij zelf zag dat als zijn allerbeste werk. Voor ons blijft Mouga toch vooral bekend echter als de man van de prachtige vrouwen op de toonaangevende affiches uit uh, het Parijs van de Arnouveau. Ik hoop dat u genoten heeft van deze betoverende Alphonse Mouga. Mocht u nou langer willen genieten van kunst, dat kan ik me voorstellen. Dan wil ik u graag wijzen op de webinars die twee keer per maand worden aangeboden door mij. Twee keer per maand geef ik een, een webinar um, van maar liefst twee uur, dan kunt u twee uur lang genieten van kunst, over uiteenlopende onderwerpen. Bent u nieuwsgierig geworden? Neem dan eens een keer een kijkje op de webinaragenda op wwwartandleisurenl webinars Voor nu zeg ik dank u wel voor het kijken. En heel graag tot een volgende keer en een volgend kunstwerk.